werken op zichzelf is al hard werken en lastig, zoals jij zei en geschreven had al. Ik denk dat het allerbelangrijkste is voor een multicultureel huwelijk, is om echt elkaar te begrijpen, dus elkaars hart te horen. Wat ik heel veel zie is dat mensen snel een oordeel hebben over wat de ander denkt en wat de ander zegt, omdat ze denken, als ik dit zo denk, dan denkt de ander dat zo. En dat is eigenlijk niet waar. Dus om heel goed te vragen, waarom doe je dit of wat zeg je? En het woordje waarom niet gebruiken. Het is niet een handig woordje, want dat klinkt, dan gaat de ander gelijk in de verdediging. Maar van, help me je begrijpen, wat probeer je te zeggen? Of waarom is dit zo belangrijk voor jou? Want we hebben heel vaak vooronderstelling dat we denken dat de ander net zo denkt als wij. Dus heel veel praten, heel veel luisteren. Misschien is luisteren nog wel veel belangrijker dan praten. En echt het hard horen van de ander. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.